Maar wat heb je nu geveegd hier? Dat komt wel goed. Ja? Ik doe het wel vaak in. Oh, ja, maar natuurlijk weet je dan hoe het moet. Ja, ja. Je lijkt niet echt op een konijn. Je oren zijn te groot, je truitje is te klein. Maar de liefste en de zachtste, dat ben jij, mijn konijn. Mijn oma maakte jou voor mijn verjaardag. Ik voel... Ach. Samenwerkingsverband tussen de kamers, de buitenschoolse opvang en de natuurboerderij. En de activiteit van de vrijdag, dat is vandaag, dat vindt plaats op de natuurboerderij. Is dat een activiteit die elke week terugkomt of hebben jullie door het jaar in planningen staan? Ja, dat vindt plaats in de schoolvakanties. Dus dan zijn de BSO-kinderen de hele dag bij de buitenschoolse opvang en dan proberen we elke vakantie wat leuks te verzinnen. Elke keer een ander thema. Ik denk dan dat het zomers andere activiteiten zijn dan 's winters, klopt dat? Ja, hier bij de boerderij ben je dan natuurlijk veel meer buiten. Ja? In de zomer dan is het eigenlijk alleen maar buiten. En nu hebben we het risico niet durven nemen met het weer. Het zijn we nu vooral binnen. Ja. En je hebt toch, ja, je kijkt naar de seizoenen. Wat is er nu aan de hand buiten? Wat kun je doen met de natuur? Ja, dat soort dingen, daar moet je dan aan denken. Ze kwamen heel enthousiast binnen, zag ik. Ze zijn eigenlijk eerder binnen dan dat het begint. Dat zegt al genoeg. Ja. Wat gaan we vanmiddag meemaken? Nou, we hebben her en der tafels staan met materialen erop. En kinderen kunnen een redelijk zelfstandig workshopjes doen. Dus een poppetje maken van vogelvoer. Dat kunnen ze nog net ophangen buiten. Een spelletje gemaakt van een kartonnen bekertje en een plaatje en een satéprikker. Ze mogen een kleurplaat maken, wat is er nog meer? Ze mogen hun eigen limonade samenstellen met kleurtjes. En er komt hier een meneer iets vertellen over wol. Die komt straks bij. Die komt er straks aan. Die kan ook de kinderen leren spinnen. Op een hele ouderwetse manier. Het is reuze spannend. We gaan het allemaal beleven. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. En dan denk je al 200 jaar. 2 keer. Kijk zo. Zo. Angela, Marco. Ja. Wie zegt Marco? Als ik zou vriezen, dan zou ik Angela doen. En ik wil gewoon staan. Maar ik weet je. Als ik zou meedoen en ik mocht kiezen, dan zou ik van boord gaan. We hebben dat gedaan. En Mikkel Knik en zei, nou, het is jouw doel. Ik ben Kel en ik ben pedagogisch medewerker bij de SKA. Ik werk op mijn BSO, 4 dagen in de week.
Hoe ik hier verzeild ben geraakt, is het is nu vakantie. Nou, iedere vakantie hebben we afspraken met verschillende organisaties. Denk aan bijvoorbeeld een SKA, een andere organisatie. En daarbij wordt iedereen eigenlijk gevraagd om een eigen activiteit te verzinnen. En per dag gaat dus iedereen zijn activiteit aanbieden. Waarbij andere kinderen van harte uitgenodigd zijn om bij die organisatie langs te komen. Nou, vandaag zitten we bij de boerderij. Zijn we met 10 kinderen van onze organisatie. Kopen een aantal plaatsen op, vragen of jullie mee willen. Dat is leuk. Daarmee komen we dan hier naartoe. En begeleiden we erbij. Nou, dan maken we het gewoon een hele leuke bedrijf. Maar zegt dat dan ook nu dat je geen vakantie hebt? Ja, dat klopt. Voor veel mensen is het nu vakantie. Ik werk 50 uur deze week. Dus, nou, geweldig. Dus, we gaan er een leuke middag van maken. Ja, dank u wel. Oké. Oh, jij maakt ook een foto. Nou, meneer Gijsbert, meneer Gijsbert. Zeg maar gewoon Gijsbert, hè? Gijsbert. Wat gaan we vanmiddag meemaken? Nou, ik heb spintollen meegebracht. Een paar attributen om wol mee te spinnen. Zo weet je van, het liefst van onbewerkte wol. Hè, dit komt zo van het schaap geschoren. Dit is zo van het schaap geschoren, deze wol. Is onbewerkt, niet gewassen, niet geverfd. En met behulp van bijvoorbeeld een spintol kun je dan draden maken. Dus dan ga je dat wat uitpluizen. Dan kun je dat verbinden met, door middel van een touwtje, kun je dat verbinden met een plukje van deze wol. Dan kun je gewoon een knoopje inleggen aan het begin. Even prutsen, maar dat doen we er gewoon in. Die heeft daar een vak van een schaap. En dan weer maken. Moet iedereen leggen? Een vaste hand. Ja, hij moet een vaste hand hebben, kijk. Maar dat gaat wel. Moet je eigenlijk met z'n tweeën zijn. Maar ik ga het alleen even doen. Want iemand moet de wol naar het draadje voeren. Anders worden de... Hier gaan we dus een draad van draaien. Maar als het zo'n dik veel wol hebt, wordt het waarschijnlijk te dik. Dus het moet langzaam naar het draad toegevoerd. En door middel van... Met een tol te draaien, eigenlijk gewoon dit, heel vlug draaien. En dan ga je op de duur, wordt er een draad gemaakt van de zo mag je draaien. En dit gaan de kleintjes zo meteen ook leren. En dat kunnen de kleintjes leren. Nou, we gaan het zo meteen met de kleintjes beleven. Ja, ik vind dit al een hele ervaring. Een draad. Ik denk dat ze dat nu aan het halen is, want er ligt nog geen aarde. Maar nu heb je de zaadjes gezien, hè? Hier, wat gaan jullie doen? Kom mooi. Een heksendrankje. Ja, van mij is echt lekker. Het ziet er heel goor uit, maar het is heel lekker. Ja, mijn is echt zo lekker. Van jou is helemaal blauw. Ja. Het past nooit bij je nagelak. Labiel en neogotisch, maar ja.
Ja, die ziet er echt niet lekker uit. Ga een beetje nemen. En ga je dat ook allemaal opdrinken? Ja, dat moet wel, hè. Dat moet wel? Ja. En als je het nou niet lust? Nee, en nu ga ik weg. Dan heb je pech. Die is niet zo goed. Weer ze mocht niet de soep. En die koek die daar ligt, gebeurt daar niks mee? Jawel, die mag zich maken voor de gezelligheid. Nou, dan zou ik daar lekker meteen mee beginnen. En hoe ga je dat doen? Zal ik weer even snijden? Kom maar. Ik kan het ook een beetje een paar... Lust je dat? Heb je dat al eerder gedaan? Ja. Oh, nou, het lijkt mij niet lekker hoor. Mag ik maar even? Zij heeft een drankje die past bij de nagellak. Melkpak, kijk eens, hier hebben we de melkpakken. En die hebben we schoongemaakt. En dan knippen we daar een stukje af. Kijk, hier heb je de melk. Ga je mooi versieren? Doen we aan de onderin steentjes. En aarde. En zaadjes. Wat zou er gaan gebeuren als het water komt? En je kunt deze heel mooi in de venster. Eenmaal, andermaal. Doodgemaakt. Maar ik heb geen venster. Heb je geen venster? Heb je een mooi tafel? In je kamer. Of in de kamer voor mama en papa. Ik heb een visie. Zie je wel? Hoe slim? Heb je een melkpak gebruikt? Heb je hem versierd? Dan kun je er weer wat anders doen. En dit valt onder het kader duurzaamheid, begrijp ik. Oh, kijk eens wat gaat goed. Ik zal nog even prullenbak. Wat zijn jullie voor moois aan het maken? Oké. Oh ja, mooi. Mag ik die voor jou ook eens zien? Oh, jij bent ook al een heel eind. Leuk. Mochten jullie kiezen wat jullie wilden doen? Zometeen gaan jullie ruilen. Oh, dan komt iedereen aan de beurt. Mooi tussen de lijntjes. Maar eigenlijk... Oh, moet het er deze, zo uitkomen tussen ik ga deze pinnen doen. Je hoofdje, ik doe dit. Lichaam, kleine bruine mutsjes in de. Ik boor de pin daardoor. Ik boor de pin en door. Wordt het dan één mannetje of twee? Eentje, denk ik. Eentje. Oh, leuk. Die andere loopt wel mee. Ja, maar ze moeten bij elkaar blijven. Oh. Nou, het is zelf uitgekomen. Ja, als eerste? Ja. Mag ik die op ons zakje? We moeten heel even kijken. Ik ga eerst even kijken of die nu met die andere bij. Het is eigenlijk ijs. Ze gaan zo bijna vanzelf aan lopen. En doe ik er nog een mop op. Wat gaat er nog op? Ja. Nou, laat eens kijken. Volgens mij hou jij wel van roze. Ja. Ja, hè. Ja, weet je, ik wacht zo graag op de stift dan. Goed zo. Het duurt zo lang. Kijk, het raam. Ja, was
kan. Als je het zelf mooi vindt, dan is het goed, hè? Ja, dat kan. Als je het zelf mooi vindt, dan is het goed, hè? Mag ik jou wat vragen? Kan jouw dingetje wel staan? Ja, maar ik kan het laten kijken. Wat ga je doen? Oké, maar dit is toch heel mooi geworden? Nou, zo gaan we toch gewoon posten. Wat vind jij? Ja, ik kan wel heel moeilijk gaan doen, maar zo gaan we het ook hoor. Net een klein snorretje zo. Kijk, nou welke hadden we ook weer? Deze. Oh, hè? Sleutel. De lava. En die boeken zijn die bedoeld voor een hoofd of zo? Ja. Ja, die zitten aan elkaar. Hoe moet je dat dan doen? Nou kijk, want eentje is voor de hoofd en eentje is voor de buik. Ja. Oh, en jij hebt er één. Je hebt nee, deze is voor mij. Ja, dit is alleen de hoofd of de buik. Ja. Brego is een dartboard en hij staat voor de kar. Dus met kinderfeestjes of activiteiten rijdt hij rondjes en dan mogen kinderen mee. En zijn vriendinnetjes zijn we aan het beleren om dan samen met hem voor de kar te maken. Nou, dit is uiteindelijk het resultaat van een uurtje ploeteren van een van de jongens. Die jongen heet Jimmy. Het is prachtig geworden.